allemaal en welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ga ik het hebben over slechte make-up. Ik test altijd super veel make-up producten, skincare producten, eigenlijk gewoon alles omtrent beauty review ik altijd heel erg veel. En dan zitten er natuurlijk altijd wel een aantal producten bij die gewoon slecht zijn. Die gewoon niet werken persoonlijk voor mij. Of ik vind ze gewoon slecht over het algemeen en raad ze gewoon echt niemand aan. Dus het kan een beetje die twee kanten ingaan. En vandaag ga ik het dus hebben over een aantal van die producten die echt gewoon absoluut niet werkten voor mij. En waarvan ik ook echt denk dat ze ook echt niet gaan werken voor jullie. Ik hou altijd meer van de blije, positieve video's, maar ik vind het toch wel belangrijk om ook dit soort video's te maken, zodat jullie ook echt weten waar je je geld niet aan moet besteden, in plaats waar je allemaal wel je geld aan moet besteden. Natuurlijk weer een grote disclaimer. Tegenwoordig moet je bij elk woord die je zegt online een disclaimer doen, omdat anders weer iemand boos wordt. Als iets niet werkt voor mij, kan het misschien wel werken voor jou en dat is ook echt helemaal prima. Iedereen zoekt andere dingen, heeft andere voorkeuren, andere eisen. Dus als ik vandaag iets bespreek waarvan jij denkt, Sarah, ik vind dat echt gewoon heel erg goed. Prima, maar voor mij werkt het gewoon niet. Dus daar gaan we het vandaag over hebben. Vind je het nu al leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met de video. Voordat ik begin met de video, zal ik even vertellen wat ik op mijn lippen heb. Ik heb een nieuwe lipstick op van New Standard. Dit is in de kleur Film Buff 566. Is een hele mooie, beetje diep roze kleur. Hele mooie nude kleur. Ik vind hem echt heel erg mooi. Hun hebben nou 3 nieuwe lipsticks. En I love them. Lekker creamy. Ik vind het echt een hele fijne lipstick. Dus die heb ik nou op mijn lippen. Dan heb ik hier het bakje vol met alle slechte make-up producten. Het is allemaal make-up behalve 1 product. Dat is skincare. Maar ik dacht, die knal ik er ook gewoon in. Want van die wil ik jullie ook laten weten om daar niet je geld aan te besteden. En laten we dan ook maar gewoon gelijk daarmee van start gaan. Ik heb hier de Eye Makeup Remover van Maybelline. Deze heb ik ontvangen in de Maybelline Advent kalender die ik hier heb unboxed op mijn kanaal. Ik was hier heel blij mee, want ik ben altijd heel erg blij met oogmake-up remover. Omdat ik daar echt super hard doorheen ga altijd. Want ik gebruik altijd heel veel. Nou, deze was echt slecht. Ik heb hem gebruikt. Je moet ten eerste heel erg veel product gebruiken voordat er ook maar iets van afgaat. Dit kleine flesje heb ik opgemaakt in 2 keer gebruiken. Dus hij is helemaal op binnen 2 keer. En hij smudgt je make-up helemaal eerst uit voordat hij het eraf haalt. Met andere oogmake-up removers is dat niet. Als je die gewoon aanbrengt, dan gaat je make-up er gewoon gelijk van af. Deze smudgt alles helemaal compleet uit. En dan moet je nog meer product pakken. En dan pas gaat hij het er een beetje van afhalen. Dat is ten eerste niet fijn, omdat je dan echt superveel extra product moet gebruiken. En ten tweede is dat gewoon absoluut niet goed, want dan moet je extra wrijven op je huid. En dat is niet erg goed voor je huid, want de huid om je ogen is sowieso al best wel dun en best wel gevoelig. Dus je moet daar niet allemaal extra wrijven. En dat moest met dit product wel. Je zou denken van een make-up merk dat ze zouden weten hoe je een goede oogmake-up remover maakt. Maar kennelijk niet. Ik vind hem echt niet goed en ik raad hem jullie ook echt niet aan. Het volgende product is een foundation en het is een vrij prijzige foundation. Dus ik wil jullie echt eventjes laten weten om hier niet je geld aan te besteden. En dat is van Dose of Colors, de Meet Your Hue. Als ik het goed uitspreek, foundation. Ik heb hem in de kleur 120 Light Medium. De kleur was gewoon goed voor mij. Ik heb hem ook getest in een video, in een eerste indruk video. Toen vond ik hem gewoon wel oké, maar ik heb hem vaker gebruikt. En ik ben er toch niet heel erg blij mee. Dit is een 40 euro foundation, dus dan verwacht ik wel iets meer ervan. De verpakking is echt heel erg mooi, by the way. Echt gewoon die hoge prijs waard. Alleen ik vind hem te dik liggen op de huid. Hij is echt super dik op de huid. Hij heeft ook een matte finish. Daar is voor de rest niks mis mee. Maar je kunt hem gewoon heel zien zitten op je huid. Ik heb ook geprobeerd om wat minder product aan te brengen, maar dat maakte eigenlijk niet echt veel verschil. Je zag hem gewoon helemaal liggen op de huid. Hij is super dik en het was echt gewoon een beetje een mes. Het was echt alsof ik superveel make-up op had, terwijl ik maar een heel klein beetje hiervan had gebruikt. Dus ik heb hem echt een aantal keer gebruikt, ook vooral omdat ik er 40 euro voor heb gebruikt. En ik gewoon graag wilde dat ik hem goed zou vinden, maar ik vind hem gewoon echt niet goed. Je ziet hem te goed liggen en je krijgt dan helemaal zo dat cakey effect. En dat is gewoon echt niet wat je wilt. Vooral niet als je iets van 40 euro hebt betaald. Er zijn zoveel andere die veel beter zijn. Die ook minder duur zijn. Die gewoon betaalbaar zijn. Die echt veel beter zijn. Die helemaal niet zo dik liggen op de huid. Dus deze vond ik toch uiteindelijk niet zo goed. En ik ben er niet zo blij mee. Dus deze raad ik jullie niet aan. Next up is een fixing spray van Essence. De Fix & Last 18 Hour
Fixing Spray. Deze Fixing Spray is malthuiswaterproof. Er zit geen olie in, geen alcohol in. Allemaal hele, hele goede claims. Alleen is hij niet fijn. Hij valt je gewoon bijna aan. Als je deze sprayt op je gezicht, hij is zo ontzettend agressief. Hij valt je gewoon echt compleet aan. De geur is ook niet echt je van het. En omdat hij dus zo agressief sprayt op mijn gezicht, maakt hij ook allemaal zo van die vlekken. Ik hou niet van een agressieve fixing spray. Qua sprays wil ik altijd gewoon dat ze echt zo een mist effect hebben. Dat ze helemaal zo zacht en smooth op je gezicht vallen. En dat kan ook gewoon. Ondanks de lage prijs heb ik ook andere die gewoon goedkoop zijn. En dat effect gewoon wel hebben. Dus ja, deze fixing spray, ik vind het gewoon niet mooi. En helemaal nadat ik 2 uur over mijn make-up heb gedaan, wil ik niet dat de laatste stap mijn make-up verpest. Er kwamen allemaal zo van die vlekken op mijn gezicht en het was ook waterig, waardoor mijn make-up een beetje ging lekken. Nou, als er iets is wat je niet wilt als je zoveel tijd hebt besteed aan je make-up, is het dat. Dus deze fixing spray van Essence vind ik gewoon niet zo fijn. Ook vind ik dat hij niet echt heel erg mat maakt. Ik vond wel dat hij wel echt mijn make-up er iets langer op liet zitten. Dat viel me wel op. Maar hij maakt niet mat. Hij is veel te agressief. En ja, dat wil ik gewoon echt niet hebben. Dus deze fixing spray van Essence raad ik jullie niet aan. Dan gaan we verder met een mascara. Ook weer van Maybelline. De Colossal Mascara. Ook dit is een mini versie. Want ook deze heb ik gekregen in hun adventkalender. Hun adventkalender had echt een heleboel van dit soort mini mascara's. Ik vind deze niet fijn. Ik vind ook de applicator niet fijn. Ik vind hem te groot. Waardoor ik niet heel goed in de binnenste hoek en zo kom. Voor de onderste wimpers is het ook echt een totale ramp. Er kwam allemaal mascara op mijn huid en zo. Ik heb hem echt een aantal keer gebruikt. En ik vind gewoon niet dat hij genoeg doet voor mijn wimpers. Er zullen vast wel mensen zijn die hem wel fijn vinden. Maar voor mij, voor mijn mini wimpers, ik heb sowieso hele, hele slechte wimpers, deed hij niet genoeg. Ik zag ook niet genoeg volume, niet genoeg lengte. En ik heb zoveel mascara's die dat wel doen. Ook echt een heleboel die super goedkoop zijn. Zoals de Essence Princess Lash Mascara. Echt amazing. En dan denk ik, ja, voor de prijs ook. Ook al heb ik hem gewoon gekregen in de kalender. Ik vind hem gewoon niet fijn. En ik raad hem jullie ook gewoon niet aan. Er zijn echt een heleboel mascara's die echt veel en veel beter zijn. En veel meer doen voor de wimpers. Dan ga ik verder met een gezichtprimer. De Pore Filler van NYX Cosmetics. Deze heb ik ook weer gekregen in een adventkalender. De NYX adventkalender. Heb ik ook in box hier op mijn kanaal. Ik vind deze niet fijn. Hij lijkt een beetje op de Benefit Professional. Ik had hem aangebracht over mijn hele gezicht. Nou, dat was al niet slim. Want dat moet je met die van Benefit ook niet doen. Pore Filling Primers moet je niet aanbrengen over je hele gezicht. Want ze zijn veel te gladjes. En dan blijft de make-up niet goed zitten op je huid. Dus een andere keer heb ik hem weer gebruikt. En dan echt alleen maar hier. Echt letterlijk op de poriën. Waar hij dus gewoon echt voor is. En ik vind hem niet fijn. Want hij trekt niet goed in op de huid. Hij blijft best wel gewoon liggen op de huid. Hij is super glad. En de make-up die er dan op ging, houdt dan ook niet goed vast aan je huid. Omdat dit eronder zit. En hij dan vastplakt aan dit. En dit plakt niet goed vast aan je huid. Waardoor gewoon het helemaal een mes wordt. En al je make-up gewoon niet goed blijft zitten op je huid. En dan blijft je make-up gewoon de hele dag niet meer goed zitten. Dus deze vond ik echt niet fijn. Je hebt ook de Elf Pore Filling Primer. Die is echt veel beter. Is ook gewoon super goedkoop. Dus ja, ik heb een aantal die ook pore filling zijn. Die veel beter zijn. Dus deze vond ik echt niet goed. Goed werken voor mij. De make-up bleef echt niet goed zitten op mijn huid. Het volgende product is van Sleek Cosmetics. Dit is voor de lippen. De Glass Intense Glitter Effect Lip Topper. Deze heb ik in de kleur Bad Moon 1203. Ik weet niet of er nog andere kleuren zijn. Maar deze heb ik in ieder geval. Deze heb ik gekregen. Maar ik vind hem echt absoluut niet mooi. Het is dus een lip topper. Dus het moet op je lipstick. En dan geeft het zo een mooie glans glitter effect. Wat heel vaak ook heel mooi is. Maar deze is veel te heftig. Het effect is echt veel te heftig. Kijk even dit. Dit komt dan helemaal op je lippen. Het is way too much. Ik ga het ook gewoon even gelijk aanbrengen. Dan kun je gewoon gelijk zien wat ik bedoel. Kijk even dit. Is dit niet echt gewoon too much? En ook als je wat minder aanbrengt, gewoon een beetje. Dat wat al bijna niet eens lukt, want het geeft gewoon gelijk superveel kleur en pigment. Ook dan is het gewoon niet mooi. Wie wil nou zo rondlopen met zulke glitterige lippen? Het heeft ook een best wel een lichte kleur. Dus het maakt je lippen ook helemaal zo concealerachtig. Zo veel te licht. Dit is toch niet mooi? Wie vindt het mooi, jongens? Als er iemand is die dit echt mooi vindt, let me know. Want ik ben echt benieuwd. Want naar mijn mening gaat echt niemand dit mooi vinden. Een liptopper moet gewoon een hele lichte glans geven op je lippen. En niet zoveel als dat dit doet. Het is way too much. Ik hou gewoon van een hele subtiele glans. Het mag wel een beetje
glitterig zijn, maar niet zoveel als dit. Dit is echt way too much. Dus ik vind dit gewoon helemaal niet mooi. Hij is ook best wel patchy. Hij ligt ook niet mooi op de lippen en hij droogt mijn lippen ook uit. Dus het ziet er dan uit alsof mijn lippen zo super droog zijn. Ja, mensen, I don't like it. Ik vind deze echt helemaal niks. Ik ga hem ook weer eventjes gewoon er gelijk afhalen, want ik ga niet mijn video op deze manier afmaken. Dan heb ik hier nog een concealer van OLJ Goulson, als ik het goed uitspreek. Ik heb hun hele collectie getest in een video hier op mijn YouTube kanaal. Je kunt die al zien. In die video vond ik deze concealer al moi, maar ik was niet helemaal richting nee, maar ook niet richting ja. Het was gewoon een beetje een moi. Dit is dus de concealerkant hieronder en dit kun je dan gewoon zo aanbrengen als concealer. En de andere kant is een oogschaduw primer. Dat vind ik een heel leuk concept, zo 2-in-1, want dan ben je gewoon lekker snel klaar. Heel haar make-up collectie is een beetje gebaseerd op snel je make-up aanbrengen. Heel veel producten zijn ook van die 2-in-1 producten. Dat hele concept vind ik echt amazing, want ik denk dat iedereen gewoon altijd wel snel klaar wil zijn. Maar deze concealer, jongens, hij doet echt niks. Ik heb hem vaker gebruikt. De dekking is gewoon niet genoeg. En ik snap dat als je voor een naturel make-up look wilt gaan en voor een naturel effect wilt gaan, je niet helemaal in wilt gaan met allemaal make-up die volledig dekt. Maar qua concealer, concealer is wel iets wat je gewoon wilt dat goed dekt, want daar is letterlijk concealer voor. Het is om te concealen. Dus het moet dekken. En als je dan dit aanbrengt, ja, het is zo minimaal, jongens. Ik heb echt niet veel te bedekken. Ik heb helemaal niet veel wallen of zo. Dus iemand met zo'n makkelijke huid als mij, als ik het al niet goed vind en ik het al niet genoeg vind, laat staan mensen die wel echt iets te bedekken hebben, die echt wallen hebben of vlekjes of wat dan ook. En de prijs is ook niet echt heel erg goedkoop. Terwijl je kunt gewoon bij Catrice de beste van de beste concealers halen voor like 3 euro. Dan denk ik, ja, deze concealer vind ik niet zo. De oogschaduw primer vind ik wel oké. Maar ja, ik zou niet heel dit product inslaan voor alleen maar de oogschaduw primer. Dus de concealer vind ik echt niet zo fijn. Ik heb hem vaker gebruikt en ik neig toch meer richting nee dan ja. Dus ja, deze is voor mij ook een no-no en ik raad hem jullie zeker niet aan. Ondanks dat er een heleboel andere producten van haar collectie wel heel erg fijn waren. Maar deze concealer gewoon niet, helaas. En dit was dan ook het laatste product voor vandaag. Nou jongens, dit was het dan. Dit waren alle producten die ik jullie niet aanraad. Nogmaals, als er iets bij zat wat jij heel goed vindt, prima. Ik ben heel blij dat het wel werkt voor jou. Maar voor mij gewoon helaas niet. Dus al deze make-up producten raad ik jullie helaas niet aan. Gelukkig, van alle make-up die ik review, is altijd het meeste wel goed. Dus het is altijd maar een klein select groepje dat het toch niet echt werkt. Ik hoop dat jullie ook gewoon genieten van dit soort video's. Als je meer van dit soort video's wilt zien, let me know beneden in de reacties. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog 2 video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!